jongens, je bent Dennis, a.k.a. Danske, en vandaag hebben we weer een nieuwe GTA 5 video. En in de video van vandaag ga ik met jullie hebben over de Hot Rod in GTA 5. En dit is eigenlijk waarschijnlijk een voertuig dat jullie allemaal niet kennen. Want zoals je ziet, het is een oude frotbak en Hot Rod is eigenlijk een oude klassieke auto. Die ga je dan tunen en dan wordt die enorm snel en gewoon enorm bruut. En hij wordt niet echt super snel. En dat komt omdat als je eenmaal alles erop zet qua turbo's en noem maar op, dan blijft hij op zijn achterbanden slippen, waardoor hij niet echt snel vooruit kon. Maar hij is verder wel echt enorm gaaf om te zien. En meestal staat hij rond dit gebied, bij deze twee vakjes staat hij meestal. En ik raad je gewoon aan om gewoon wat rondrijden. Want ik heb al mensen specifieke locaties zien aangeven, maar hij staat er niet altijd. Dus ik zou gewoon hier een beetje rond blijven rijden. En dan vind je hem van eigens wel. Dus gewoon een keertje weer wegrijden, een keertje terugkomen. En ja, je moet hem van eigens wel een keertje vinden. In ieder geval, zo ziet hij er dus uit. Het is echt een oude, ja, kut vrachtwagentje eigenlijk. Ja, hoe moet ik hem anders noemen? Het is gewoon een frot ding. En heel veel mensen, als ze hem zouden zien, dan zouden ze gewoon zeggen, ja, dat ding hoef ik niet, laat maar mooi staan. En dat is juist het grappige eraan, want heel veel mensen zouden hem dus niet nemen. Maar als je hem tunt, is hij wel echt enorm vet. En je zult er misschien niet vaak mee rijden, maar het is wel gewoon leuk om zoiets in je garage te zetten. Dus dat is ook wat ik ermee ga doen. We gaan hem dus nou tunen. We gaan even naar LA Customs en dan laat ik alle tuning opties zien. In ieder geval, dat is het leuke aan GTA 5 eigenlijk. GTA 5 is enorm groot. En die hebben eigenlijk heel veel van dit soort dingen in de game verstopt. En trouwens, hier heb ik daar ook nog een spot. Hier kan hij ook enorm vaak staan, dus bijna maar aan het zoeken kijk ook zo nu en dan een keertje hier, want die kan hij dus komen. Nou, zoals ik net al zei, GTA 5 heeft enorm veel dingen die verstopt zijn in de game. Gewoon heel veel geheime dingen, zoals dus in dit geval speciale voertuigen die je niet zomaar zult vinden. Die zullen ook niet zomaar rondrijden. En trouwens, dit is ook random. Er stond ineens een stranger op de weg. Ik denk, misschien kan ik daar een missie mee doen, maar hij staat gewoon een beetje te lullen. Maar in ieder geval, je hebt dus voertuigen, maar je hebt dus ook wapens en easter eggs. En wapens zoals de Molotov Cocktail, ik weet niet of jullie Molotov Cocktails kennen. Die kun je dus niet zomaar kopen, maar die kun je wel vinden in de game. En trouwens, hier koop ik een property. Hier koop ik Los Angeles Customs voor 349.000. Je hoeft dus gewoon alleen maar naar dat bord te lopen, dan kun je het kopen. En het, uiteindelijk wordt alles dus gratis wat je daar gaat doen, qua tunen. Dus dat is enorm chill. En je krijgt 1600 per week. Nou, die 1600 per week die is niet echt fantastisch. Maar het feit dat alles gratis is, is wel super chill. Wel als probleem dat je niet zomaar alles kan kopen. Je moet op de kaart kijken en dan staat er een icoontje bij je bedrijf die je kunt kopen. En nou, dit is dus eentje van. En ik had eigenlijk gehoopt dat je Los Angeles Customs ook in de stad kon kopen. Dat kan niet. Je kunt alleen hier in de middle of nowhere. Dus je zult wel constant weer hier naartoe moeten gaan als je gratis wilt tunen. Maar ja, ik heb het wel voor over, want die 341.000 heb je er eigenlijk meteen uit als je wat auto's gaat tunen. Dus ik raad je aan, als je de game hebt uitgespeeld of je hebt gewoon genoeg geld om gewoon zoiets te kopen. Dus dat is ook wat ik hier ging doen. Maar zoals ik net ook al zei, met al die speciale dingen. In GTA 5 zitten enorm veel easter eggs. Er zitten enorm veel wagens die verstopt zijn en wapens. Zoals ik net ook al over die Molotov Cocktails had. Molotov Cocktails kun je niet zomaar in de winkel kopen. En die zitten toch in de game verstopt. Dus ik denk dat er al meer wapens in de game verstopt zitten. Die je normaal gezien dus niet zomaar zou kunnen vinden. En daar maak ik nog wel een video over. In ieder geval, als jullie meer van dat soort dingen willen zien, dus speciale voertuigen waar je ze kan vinden en hoe ze eruit zien als je ze tunt, wapens en easter eggs, dan laat alsjeblieft even achter in de comments. Voor easter eggs is het een beetje moeilijk, want er is een andere commentator genaamd Granny Fights Back. Die doet ook over easter eggs. Ik heb hem in ieder geval één easter egg zien uploaden. Dus misschien een klein beetje lullig als ik ook over easter eggs ga doen, maar ja, dan moet ik even kijken hoe we dat gaan doen. Want als jullie wel enorm graag willen zien, dan zal ik het waarschijnlijk toch doen. En dit is trouwens misschien enorm eentonig wat je hier in deze video ziet, dat tunen. Want dit is de eerste keer dat ik deze auto tunede. En ik wist zelf ook niet wat voor opties er allemaal waren. Dus ik zat allemaal te kijken, ik wist echt niet wat ik moest kiezen. Dus daardoor zit ik enorm lang in deze garage. Dus dat kan een beetje saai zijn. Maar toevallig had ik laatst een comment van iemand gehad. Die vroeg zo van, hey Dennis, ga een keertje een heel oude kutauto zoeken en de raam tunen. En kijk dat die vet wordt. Nou, dit is een oude kutauto. Dus in principe doe ik precies wat jullie willen. Dus ja, ik heb hier gewoon wat dingen gekozen. Misschien willen jullie hem juist niet zo, maar als jullie hem zelf willen vinden, dan weten jullie in ieder geval hoe je hem kunt vinden. En hoe je hem daar ook dus ook kan tunen. En ja, op zich, ik vind het gewoon echt een enorm gaaf auto. Wel jammer als je de lak verandert, dat dan nog steeds helemaal beschadigd blijft. Dan zie je zo meteen wel. Even kijken, ja, weet ik veel. In ieder geval, ik denk dat ik hier toch de video afkap, want de video duurt nog eventjes. Niet heel lang meer, maar ik heb toch niet veel meer bij te brengen. Dus in ieder geval, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als jullie meer easter eggs, geheime voertuigen, geheime wapens en al dat soort dingen willen zien, laat een like achter. En misschien leuke comments, ook altijd grappig natuurlijk, heb ik wat te lezen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus ja, tot de volgende keer en houden we.
Let's go!